lieve allemaal. Van harte welkom hier bij deze net nieuw aangelegde fietscrossbaan. Ik wil welkom heten natuurlijk de initiatiefnemers. Ik mis er één. Daan Roeland, jij moet hierbij. Ik wil, dat zijn Mark, Dylan, Marijn, Tim, Dilano en Daan. Dat zijn de initiatiefnemers. We hebben ook een tekenaar, Tom Hoedeman, die heeft de baan ontworpen. Ja. En we hebben iemand. En dan hebben we ook Tom Hoedeman, die wij een nieuwe batterij kan brengen. Oh ja. Ik was bij u, want we hebben natuurlijk niemand minder in ons midden dan wethouder John Leidekkers. En alle hulpouders die dit ook voor elkaar hebben gekregen. En namens de gemeente is hier Friso van Ommeren, medewerker jeugd. Willeke Bouwman, jongerenwerker vanuit ISIS-zorg. En natuurlijk mijn contactpersoon Chris Verhoeven. Daar ben ik heel blij mee. Heel goed contact. Yassine, de buurt... sportwerken, ik weet niet waar die is. Ah, daar staat hij. Hi, Yassine. Alle... De kinderen van FCC Ammerzode. Hier staan Cas, Anja en Antoine. Ja. Alle omwonenden wil ik welkom heten. Alle andere ouders, de pest. Trudy natuurlijk van Mooi Maasdriel, die... Begin ons gevolgd heeft. En haar man Mari kan er helaas niet bij zijn. Die moest werken. En Henk van Zuiligen die de banden heeft geleverd. En natuurlijk Paul Koppelaar. Dus ik heet iedereen de wethouder. Ik geef het woord aan jou. Dankjewel. Ik heb intussen begrepen dat ik er niet mee moet draaien. Want dan valt het geluid weg. Beste kinderen, om daarmee te beginnen. En beste ouders. Ik wil even schetsen hoe het gelopen is. In het voorjaar kreeg ik te horen van er staan een paar kinderen beneden en die willen met de wethouder praten. Nou ja, dat was tijd, dus het kwam op mijn kantoor. En ze hadden de grond zien liggen waar niks mee gedaan werd. Ze hadden de foto's van. En ze hadden een mooie tekening bij zich van, en dit zouden wij nou willen. Een fietskrop. Kunt u dat regelen? Nou ja, of ik dat kon regelen, ik wist nog niet wat de grond was. Ik wist nog niet of het budget was. Maar ik heb in ieder geval gezegd, we gaan kijken of het kan. En wat bleek, de grond was van de gemeente, de grond was van de kernen. Maar Chris aan en bleek dat de kernen geen plannen had met deze grond. Als het goed is, doorbreken. Ik loop met jullie mee. Als het initiatiefnemers het lint hebben doorbroken, dan... Natasja! Als de baan, de groene band is doorbroken, dan zal ik de baan officieel voor geopend verklaren. Hey, jongens, zijn jullie er klaar voor? Ja! Hey! Nou, wethouder, mag ik u heel erg bedanken dat u dit hebt willen doen en dat wij bij uw kamer mochten komen in april van dit jaar. En ik wil even overgaan, want na een officieel moment moet je altijd mensen bedanken. En dat is heel moeilijk, want even wethouder, zouden we het... Oeh! Dan praat hij heel hoog, denk ik, of niet, Marijn? Ja. Dat valt mee. Ik ben zo benieuwd als je deze jongens ziet fietsen, hoe het dan zit met die professionele fietsers.
Zullen we daar eens naar kijken voordat ik iedereen ga bedanken? Ik aan de 6 initiatiefnemers vragen of ze even hier in het midden komen. Mag ik aan jullie willen staan? Want dan willen we wel eens zien of er zoveel verschil zit. Zullen wij hetzelfde doen als ik toeter, dan kunnen jullie... Ja, en ik heb net al met ze gesproken. Yeah.